Hoi, het is weer tijd voor een hele nieuwe Slime Sunday video, jongens. Dus daar ben je natuurlijk op terecht gekomen. En vandaag ga ik een van de raarste en gekste slime-experimenten ooit doen. Ik kan niet wachten, maar ik heb ook nog eventjes een heel leuk experimentje voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar dat kan pas als je weet wat je precies moet doen natuurlijk. Als je een meisje bent, geef dan een like met je rechterhand. En als je een jongen bent, geef dan een like, maar dan met je linkerhand. Oké, ik ben heel erg benieuwd. En vergeet natuurlijk zeker niet om op de abonneerknop te drukken. Want we zijn zo ongelooflijk dicht bij de 1 miljoen abonnees, jongens. Het gaat enorm snel, dus wees er heel erg snel bij. Als je ook bij de 1 miljoen abonnees squad wilt horen. En klik dan ook meteen op het belletje dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier krijg je namelijk een melding van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. Hoe gaaf is dat? En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken en laten we beginnen. Een aantal dagen geleden in de Fan Friday video heb ik een professionele ijsmakenmachine uitgeprobeerd. En jongens, het was zo ontzettend gaaf en geweldig. Maar toen zat ik dus laatst op de wc een beetje zo na te denken. Sorry als het te veel informatie is. Maar ik had ineens zoiets van, wacht eventjes. Zou je slijm kunnen maken in deze machine? Dat is iets wat ik dus in de video van vandaag ga uitproberen. Het lijkt me dat het moet lukken, maar ik heb geen idee. Dus ik ben zo ongelooflijk nieuwsgierig. Laten we het gewoon maar proberen. Hier is de geweldige ijsmachine dan. Hij ziet er zo ontzettend gaaf en prachtig uit. Hier bovenin in deze bak stop je zeg maar het ijsbeslag. Vervolgens komt er na 20 minuten ijs uit. Dat krijg je hier dan en dat vang je natuurlijk op met een hoorntje. Dus ik denk dat we dit kunnen omwisselen door hier de slijmingrediënten in te doen. En vervolgens komt er hier dan slijm uit. I don't know. Maar wat ook wel echt heel erg gaaf is hieraan, is dat er aan de zijkant een aantal vakjes zitten. En deze zijn natuurlijk nog helemaal leeg zoals je kunt zien. Maar je kan dus echt zelf kiezen wat je erin gaat stoppen. En als je ze openzet, komt het ook hier echt uit. Dus dan zul je het opvangen in je slijmbakje. Oh, het lijkt me zo ontzettend gaaf. Ik kan me nog niet helemaal voorstellen. Maar ik ben er echt heel enthousiast over. Ik hoop zo dat het gaat werken. Zo, ik ga gewoon eventjes met de uiterste beginnen. En ik heb hier nog een heel klein beetje van deze kleine spiegeltjes. En ik vind deze altijd super mooi in het slijm. Dus ik ga het er maar eventjes ingieten als het lukt. Here we go. Ik hoop dat het genoeg is. Da, 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 da. Woehoe. Oh, oh. Kijk nou. Het vult lekker op. En yes, ik heb precies genoeg van deze dingetjes. Wauw, oké, dat is geweldig. Dan eventjes het dekseltje erop. En wat gaan we hierin stoppen? Ik heb nog wel een aantal leuke dingetjes. Piepschuimballetjes. Het wordt dan een soort van vloomachtig of zo. Ik weet niet of dat gaat werken. Maar we gaan het er gewoon lekker aan toevoegen. En we kijken wel wat er dan gebeurt. Zo, yes, yes, yes. Woe. Wauw, jongens, dat ziet er zo gaaf uit. Oh, nee, ik wil stoppen. Ah, nee! Woehoe! En dan hebben we natuurlijk ook nog het allerlaatste vakje. Als deze dicht kan. Nee, jongens. Ah, hij zit nog een beetje te vol, dus hup, weg. Ja, yeah, nou ja, het is wel prima zo op deze manier. Hierin kunnen we misschien wel wat hele leuke glittertjes doen. Dus, ik heb 3 verschillende glitters, want ik weet niet of 1 zo helemaal gaat vullen. Laten we allereerst gewoon eventjes beginnen met de roze, want ik hou van roze. I love it so much. Dus, here we go. Zo. Misschien is het wel leuk om een aantal laagjes te doen. En deze dan. Wow. Hoehoe. Wat witte glitters. Op die manier wordt het dus zeg maar een verrassing van wat je allemaal gaat krijgen. En dan gaan we gewoon eventjes door met het opvullen zo. Wauw. Dat ziet er zo gaaf uit, jongens. Oh, I love it. Zo. Ik heb natuurlijk geen precieze afmetingen, maar in principe is het wel heel erg cool zo op deze manier. Yes. En we eindigen gewoon met roze, want die is het allermooiste. Nou, volgens mij zijn deze 3 vakjes wel helemaal klaar en opgevuld. Dus de machine is ready to go wat dat betreft. Maar we moeten natuurlijk ook nog eventjes het slijm gaan maken. Dus deze gaan we eventjes zo terug. Deze machine is natuurlijk bedoeld om ijs te maken, zoals je kunt zien aan deze prachtige sticker. Maar voor het slijmrecept hebben we als allereerste ingrediënten
ingrediënt gewoon lijm nodig. Tada! Voor het ijs heb ik in totaal 3 cups gebruikt. Dus wat we gaan doen is ik ga 2 cups aan lijm toevoegen. Dan moet ik natuurlijk afmeten. Normaal gesproken hoef ik dat niet te doen. Maar vind ik ook niet zo erg. Zo. Ta-ta-ta-ta. Woe! Nou, dit is meer dan de helft hiervan. En dan ga ik het hier maar ingieten. Oh, dat voelt zo ontzettend raar. Maar let's do this. Here we go. Oh my god. Oh, yes jongens. Ha, ha, ha. Oh, dit is echt gewoon een heel erg apart gevoel. Maar we gaan er gewoon voor. Dit is het slijmexperiment. Ik ben bang dat de slijm uiteindelijk te dik gaat worden. Dus ik wil het een beetje verdunnen door er wat water bij toe te voegen. En daar ga ik dan 1 cup van opmeten ongeveer. Maakt ook niet zo heel erg veel uit. Here we go. Woep, 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 woep. Yes! Nu is het ongeveer wel genoeg. Maar voordat ik het ga aanzetten, moet ik alvast eventjes het allereerste erbij toevoegen. Waar is de baking soda? Waar is het? Oh, hier is het. Yes! Ik heb hem. Laten we het eventjes makkelijk doen door het allereerst gewoon eventjes op een lepel te stoppen. Zo, woe! Oké, dat was een beetje de wil. Here we go. Ik ga het er gewoon zo een beetje over doen. Oh, ik kan het niet helemaal goed zien, jongens. Maar dat is ongeveer wel genoeg. Kan altijd nog meer. De deksels moeten erbij, want hier in deze deksel zit dus het mixgedeelte. Want het prachtige aan deze machine is dat hij dus alles voor jou doet. Dat hoef je helemaal niet zelf te doen. Als het goed is, als ik het goed heb en het gaat lukken, hoef ik zo meteen niet mijn eigen slijm te mengen. Dat doet deze prachtige machine dus gewoon voor mij. Even kijken, hoe zet ik hem erop? Zo? Ja, zo. Op deze manier. Ha, ha. Oh, allereerst moet ik eventjes de baking soda hier doorheen laten mixen. Dus de knop hier zo zit aan de zijkant. Ik ga hem aanzetten. Ik vind het zo ontzettend spannend. 3, 2, 1, go! Oké, hij werkt. Dat is in ieder geval goed. Even kijken jongens. Oh wauw. Oh wauw. Dit ziet er zo gaaf uit. Oh my goodness. I love it. Ik denk dat de baking soda er nu wel redelijk goed doorheen is gemengd. Dus dan is het nu tijd voor de ultieme test. En namelijk lenzenvloeistof. En hiermee gaat het dus slijm worden. Maar jongens, hier is het probleem. Het kan zijn dat het te dik gaat worden en dat hij helemaal kapot gaat. Ik hoop niet dat het gaat gebeuren. Maar dat zou kunnen en dat gaan we zien natuurlijk. Dus, oh, I can't wait. Laten we er gewoon voor gaan. Ah! Ready for it? En go. Oké, ik zie dus nog echt geen verschil eigenlijk. Oh nee. Oh nee, help. Ik ben hier natuurlijk helemaal niet gewend. Dus het kan zijn dat er misschien ietsje meer baking soda bij moet. Dus ik ga er wat van aan toevoegen nog. Zo, yes. En dan ga ik gewoon weer eventjes door met wat lenzenvloeistof. Yes. Oh, kijk nou. Oh my god, ik hoor het. Ik hoor de machine een beetje moeite mee hebben. Dat klinkt niet zo heel erg goed, maar het wordt volgens mij wel slijm. Ik ben nog gewoon een beetje aan het experimenteren met hoeveel ik waarvan toe moet voegen en zo. Want het zit natuurlijk niet in een kom hier voor me. Dus ik ga gewoon eventjes door. Oh! Oh! Het ziet er een beetje spinnenwebberig uit. Oh my god, het begint dus echt slijmerig te worden. Oh my god, jongens! Dit is zo gaaf. I love it! Het begint helemaal los te komen. Oh nee! Nee, nee, nee! Alsjeblieft, ga door. Ga door. Hij is een stuk langzamer gegaan. Misschien moet ik hem maar uitzetten. Oh, oh, oh. Ik wil natuurlijk niet dat de machine nu helemaal kapot gaat. Dus ik ga nog eventjes wachten. Ik pak er een kommetje bij. En dan is het nu tijd om het slijm eruit te gaan persen. Dus allereerst ga ik wel eventjes deze 3 vakjes openen. Want op deze manier zal er dus voor zorgen dat, ja, nou ja, dat soort dingen dus hier doorheen komen met het slijm. Volgens mij is alles nu helemaal klaar. En dan ga ik hem aanzetten en daarna deze hendel omlaag trekken. Vervolgens zal er dan, als het goed is, slijm uitkomen. Fingers crossed. Jongens, duim allemaal voor mij dat het gaat lukken, want het zou echt zo gaaf zijn. En aan. Ja. Oh, yes. Hij doet het. Hij doet het. En deze hendel naar beneden. Dus hij staat nu open. Wow! Alle ingrediënten komen eruit. Alleen het slijm. Oh my god! Oh my god! Kijk nou, jongens, het komt er. Dat is zo ontzettend gaaf. Ik zou wel willen... Oh, kijk. Nou, er komt wat meer glitter uit. Dat is heel tof. En er komen echt super veel van die piepschuimballetjes uit. Misschien wel een beetje te veel. Weet je wat? Ik ga de piepschuim eventjes zo uitzetten. Ik wil de andere ingrediënten... Oh ja, kijk. Nou komt de glitter erbij en zo. Het is wel een heel, heel erg dun dingetje. Maar het komt er gewoon uit. Ik kan het niet geloven, jongens. Dit is zo gaaf.
Kijk, zo stel ik me voor dat eenhoornpoep eruit ziet. Oké, nou ik denk dat het zo ongeveer wel genoeg is. Dus ik ga hem weer uitzetten. En ik moet deze natuurlijk ook zo dicht doen. Yes. Ohoho! Ik heb gewoon een slijmkommetje. Het moment van de waarheid is aangekomen. Is het slijm ook inderdaad goed? Ik hoop dat het niet al te plakkerig is. Ik ga het gewoon uitproberen. En... Yes. Yes. Oh, het voelt zo zacht aan. En kijk, het plakt niet aan mijn vingers. Oh, jongens. Nee, dit is zo ontzettend tof. Het heeft natuurlijk niet alle ingrediënten super goed gemengd. Maar dit is natuurlijk eigenlijk wel super leuk. En stiekem misschien wel het leukste gedeelte. Voor zorgen dat alle ingrediënten er helemaal goed in zitten. Oh, het is echt zo grappig. Want dit wordt dus gewoon een hele leuke glittervloam. We gaan het natuurlijk eventjes goed uittesten. Allereerst natuurlijk de vingertest. Woe! Woehoe! Het heeft niet echt dat typische slijmgeluid, maar dat komt waarschijnlijk omdat er zoveel ingrediënten in zitten. Oh, wow! Je kan het ook echt helemaal vormen. Dat komt door de piepschuim balletjes, denk ik. En het is mega super stretchy. Oh! Wow! Het ziet er zo gaaf uit. Ik hou van deze kleuren. En je kan de glitter zo ontzettend goed zien. Want het is natuurlijk een doorzichtige slijm. Oh, oké. Dan nog eventjes de crunch test. Hoe goed kun je het horen? Dat is sowieso echt heel erg goed gekeurd. Wauw! Ik ben hier zo van onder de indruk. Jongens, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet had verwacht dat het zou werken. Maar het werkt gewoon. En het slijm is een van de allerbeste slijms die ik ooit heb uitgeprobeerd. Hij plakt niet, hij is lekker stretchy en hij is super crunchy. Dus deze krijgt van mij een dikke vette 10. Wauw! Heb je deze video nou helemaal tot aan het einde bekeken? Bewijs dat dan eventjes door het een duimpje omhoog te geven. En de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, als je deze hele gave slijmmachine een naam zou kunnen geven, wat zou je het dan noemen? Ik ben heel erg benieuwd naar je originele antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!